Enkele jaren geleden meldde zich bij de werkgeverscommissie van de gemeenteraad een pittige, frisse, goed lachse meid die op de functie plaatsvervangend griffier solliciteerde. Jij gaf aan dat je meer uitdaging wilde in je werk. En ik weet niet of je het weet, maar bij je aanstelling destijds, die is eigenlijk gewoon niet zonder slag of stoot gegaan. Het waren namelijk de dames van de werkgeverscommissie van destijds die hun poot strak hielden, omdat wij als vrouw ook graag een vrouw op die positie wilden en wij je ambitie maar al te goed snapten en je graag een kans wilden geven. En die kans, die heb jij gewoon genomen. Eerst braaf als mijn commissiegriffier, maar vervolgens ontstond er door de lange afwezigheid van Peter, onze griffier, een acute situatie waarbij je als plaatsvervangend griffier in het diepe werd gegooid en het runnen van de griffie op jou en Meta's bord kwamen te liggen. En jullie hebben dat allebei toen perfect gedaan. En ja, dat smaakte vervolgens wel naar meer. Zo besloot jij de opleiding tot griffier te volgen. En laat dat nou net tijdens die periode van die opleiding de sollicitatieprocedure voor onze nieuwe burgemeester voorbij komen. In goed overleg tussen de werkgeverscommissie en Peter besloten wij om jou de kans te geven om als griffier van de vertrouwenscommissie ook op dit gebied de nodige ervaring op te kunnen doen. En zo kwam het dat wij tweeën begin 2016 en in het diepste geheim op pad gingen om geschikte locaties te vinden voor het voeren van die sollicitatiegesprekken. In een auto, zonder routeplanner, maar wel met een aantal A4'tjes met een uitdraai van de verschillende locaties, zodat we niet helemaal de weg kwijt zouden raken. Behalve dat we ons echt twee echte undercover dames voelden, bezig met een serieuze en geheime missie, hebben we tijdens onze ritten ook veel plezier gehad. Alhoewel we anderzijds ook de serieuze onderwerpen de revue lieten passeren. Zo hadden we het inhoudelijk over je opleiding en daarbij ook onvermijdelijk over politieke zaken, maar ook over menselijke dingen. Zoals onder meer ons gemeenschappelijk besef dat je, als je op relatief jonge leeftijd allebei je ouders verliest, jezelf het leven moet nemen en de uitdagingen moet pakken die op je pad komen. Omdat alles in het leven nu eenmaal niet vanzelfsprekend is. En ja hoor, afgelopen zomer kwam dus die uitdaging. En wij begrijpen dat jij deze stap hebt gezet. En we wensen je dan ook heel erg veel succes als griffier in Graven. We zullen je hier missen, maar we gaan ervan uit dat je in Graven die uitdaging vindt waar je naar op zoek bent. En tja, dan is de vraag, wat doe je met zo'n ontslagaanvraag? Natuurlijk eervol verlenen. Maar ja, wat voor een cadeau past daarbij? Gelukkig, dacht ik, hebben wij als gemeente daarvoor een representatieverordening. Maar ja, laat daar nou net niks over instaan wat te doen gebruikelijk is bij het afscheid van een plaatsvervangend griffier. Ook geen budget. Ik heb nog even overwogen om onder de raadsleden een crowdfundingsactie uit te zetten. Maar helaas, ik was te laat voor het indienen van een initiatiefvoorstel. Dus ik ging ambtelijk in conclaaf en Meta en ik hebben het gewoon praktisch geregeld. Omdat je al bulten chocolade van je collega's krijgt of inmiddels al hebt gehad, vonden wij dat uiteindelijk toch niet zo'n geslaagd cadeau namens de raad. Daarbij wilden we jou ook iets geven wat persoonlijk is, waarbij je, als je het gebruikt, ook nog even aan ons denkt. Nee, ben maar niet bang, ik hoorde hier al een klokje. Het is geen theedoek, niet zo'n aftandsklokje dat ik ooit heb gehad, of andere gemeentelijke prularia, maar iets waar je je aan kunt warmen of waarmee je bij gelegenheid ook op chic kunt gaan. En we hopen dat je het leuk vindt. Rian, heel veel dank voor je inzet de afgelopen jaren, de fijne samenwerking en heel veel succes in Graven.